Komt er een beurscrash aan? Dat is een vraag die ik steeds vaker voorbij zie komen, zeker nu elke week verschillende beurzen telkens nieuwe records vestigen. En het korte antwoord daarop op die vraag is: Ja, er komt een beurscrash aan. Nou ben ik geen helderziende, helaas. Maar ik weet wel met zekerheid dat er een beurscrash aankomt. Hetgene wat ik helaas niet weet is ten eerste wanneer die beurscrash komt en ten tweede hoe groot de beurscrash zal zijn. En ik wil deze video maken om een paar zaken te bespreken. Ten eerste van hoe staat de beurs er op dit moment voor? Ten tweede van, is nu het juiste moment om bezig te zijn met beleggen, om eventueel zelfs te beginnen met beleggen? En tenslotte wil ik afsluiten met hoe ik tegenaan kijk, en wat mijn plannen zijn voor de komende periode. En voordat we hiermee beginnen wil ik je vragen om het kanaal te helpen. Dat kan door juist interactie te hebben, dus geef zeker even een duimpje omhoog als je het een interessante video vindt. En laat ook altijd even een reactie achter onder deze video van, heb je misschien nog vragen, heb je nog tips of feedback? Kun je mij daarmee helpen of misschien andere kijkers? Doe dat dus via de reactie onder deze video. En dan gaan we nu beginnen met het eerste deel, en dat is eigenlijk hoe de beurs er op dit moment voor staat. En Laten we daarvoor dan eerst kijken naar de SP 500, de 500 grootste beursgenoteerde bedrijven van de Verenigde Staten. En daar zien we eind 2018 een flinke dip, 20 procent. Dus we mogen misschien zelfs wel van een crisis spreken. De volgende dip, en daar mogen we zeker van een crash spreken, dat was begin 2020, ten tijde van corona dus. Uh, meer dan 30 procent daling in 4 à 5 weken tijd. Maar sinds die tijd zijn we inmiddels weer verdubbeld. En dat voelt een beetje raar. Zeker in een tijd waarop economieën sterk verstoord worden of verstoord zijn. Ja, maar dat was dus Amerika. Hoe gaat het dan in Amsterdam? Nou, daar zien we eigenlijk een vergelijkbaar beeld op de AEX-index: een flinke kruis begin 2020 van zo'n 30%. En sindsdien ook weer bijna een verdubbeling van de AEX-index. En dat deze twee beurzen zo op elkaar lijken, dat is op zich niet zo heel gek. Want uh, ook de AIX-index is best wel ja, goed vertegenwoordigd door techbedrijven. Denk bijvoorbeeld aan ASML of Agen. En dat zien we eigenlijk ook bij de SP 500. Als we daar gaan kijken naar de FANG-aandelen, dus Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google. Die vijf bedrijven die zijn eigenlijk al goed voor een kwart van de waarde van de SP 500. Dus die zijn best wel oververtegenwoordigd. Maar zoals we nu kunnen zien, en wat ik trouwens ook in mijn vorige video heb besproken over de Chinese aandelen: het is niet zo dat er per se een verband is tussen de beurskoers van een aandeel en de cijfers van een aandeel, of de beurs in zijn geheel en de economie, hoe die er op dit moment voor staat. Maar het is wel een van de manieren waarop we eigenlijk kunnen kijken naar hoe presteert de beurs op dit moment en is het eventueel overgewaardeerd. Want een bekende indicator daarvoor om te zien of een Beurs is overgewaardeerd of is ondergewaardeerd. Dat is de Buffett-indicator. Dat is eigenlijk een vergelijking tussen het bruto binnenlands product van een land en Warren Buffett heeft het dan zo gedaan voor Amerikaanse aandelen en daar komt dus de naam vandaan. Als we kijken naar het BBP, oftewel de GDP in het Engels, voor de Amerikaanse aandelen, dan zien we dat dat dus op 22,72 uitkomt, terwijl de beurs uitkomt op 46, 46,5% zeg maar, oftewel 205% van het GDP of van het BWP. Dus volgens de Buffett Indicator is zeker de Amerikaanse markt... en dat is ja, een groot gedeelte van de wereldwijde markt... en ook zeker heel interessant voor heel veel, ja, heel veel beleggers, ook in Nederland... is deze markt dus overgewaardeerd. Nou, de vorige keer dat we zo'n piek zagen, dat was rond 2000... in de tijd van de dotcom-bubbel zaten we toen... Ook in 2007 was hij wat hoger dan gemiddeld. Maar toen kregen we juist een crash. Niet per se op de beurs. Maar juist vanwege de huizenmarkt. En die had uiteindelijk effect op de beurs. Uh, op de banken, juist. En sinds die tijd zien we dus echt wel een enorme stijging. En kijken we naar de buffet indicator sinds 1950. Dan zien we duidelijk de periodes waarin je ja, onder het gemiddelde zat. Dat is bijvoorbeeld nog de jaren na de laatste crisis. Maar ook duidelijk de periodes dat het overgewaardeerd is. Maar als we dit dan zo zien, is het dan wel verstandig om nu ook te beleggen? Want waarschijnlijk zegt je gevoel dat de beurs overgewaardeerd is op dit moment. Uh, zeker als je gaat kijken naar economieën van een land. Die worden nu nog juist vaak in stand gehouden of volop gesubsidieerd. Dus het is eigenlijk. Los van hoe de echte economie um, ja, zonder die subsidies zou zijn. Het ziet er, denk ik, heel anders uit. Uh, dat verband tussen de economie en de beurs dat lijkt alweer een tijdje verbroken te zijn en in vergelijking met het bbp zoals we net zagen hebben we eigenlijk nog nooit zo'n grote overwaardering gehad en toch denk ik dat het interessant is om te beleggen ook nu dat wil niet zeggen dat je al je geld wat je hebt moet gaan beleggen maar het is wel verstandig om in ieder geval bezig te zijn met beleggen want wat je zult zien is dat tijd vooral een belangrijke factor is van beleggen dan gaan we spreken over het rente op rente effect oftewel samengestelde interest en daar heb ik eerder al een video over gemaakt ik zal hem hier even de hoek plaatsen en zeker als jij zelf ook denkt dat de de markt op dit moment is overgewaardeerd, is het wel belangrijk om in ieder geval bezig te zijn om toch in de markt actief te zijn. Dat komt natuurlijk omdat je zult zien dat je eigenlijk nooit de markt kunt timen. Als je vorig jaar was uitgestapt ten tijde van de crisis van corona, had je zeker niet verwacht dat we inmiddels weer verdubbeld zouden zijn. Dus ja, je ziet wel, ook al volg je het nieuws, ook al kijk je misschien grafiek of hoor je alles bij van bedrijven, um, emoties een belangrijke factor bij beleggen. En ik denk niet dat je zo had kunnen voorspellen of misschien de juiste dag had kunnen voorspellen. Dus uh, alleen om die reden al is het altijd belangrijk om in ieder geval actief te zijn in de markt. Als je dan gaat kijken met een overgewaardeerde markt, is het denk ik wel interessant om te gaan kijken naar dollar cost averaging, juist gericht op de lange termijn. Dat wil zeggen dat je al is het nu een aandeel hoog gewaardeerd of laag gewaardeerd, je legt bijvoorbeeld altijd 100 euro in de maand in. Nou, misschien op dit moment kun je voor die 100 euro twee aandelen kopen, misschien komt er over een tijdje een crisis, uh, dalen de heel veel uh, aandelenprijzen, en kun je voor hetzelfde 100 euro kun je in één keer vijf aandelen kopen, dan zul je zien dat op de lange termijn heb je een best wel mooi gemiddelde betaald, en kun je juist ook profiteren misschien wel van die ja, dipjes in de markt. En ja, dat is eigenlijk het effect en vooral ook de kracht van dollar course averaging, Vooral dus als je gaat kijken richting de lange termijn: en ben je zelf nog niet begonnen met beleggen, maar ben je wel geïnteresseerd om te beginnen met beleggen? Onder deze video heb ik een paar links geplaatst naar verschillende brokers. Denk bijvoorbeeld aan de Giro of aan Bucks. Beide hebben trouwens op dit moment ook een actie voor mensen die zich nu aanmelden. Via de links onder deze video kun je gratis een account openen. En op die manier help je ook het kanaal. Dat zorgt ervoor dat ik ook deze content kan blijven maken. Maar uh, de markt is op dit moment dus, ja, ik denk wel overgewaardeerd. Dat denk ik dat heel veel mensen het al over eens zijn. En dat heeft verschillende redenen, heel veel redenen. Maar ik denk dat er vooral twee belangrijke redenen zijn. En ten eerste is dat, dat de rente al jarenlang heel erg laag is. Als je nu geld op je bankrekening zet, dan zul je waarschijnlijk 0,10. ,01 of 0,01 of 0,02% rente krijgen. Nou dat is niet zo heel veel. En zeker als je het wegzet tegenover de inflatie. Die laten we zeggen 1,5 tot 2% is. Dat wil zeggen dat eigenlijk als je geld op je bankrekening laat staan. Dat in principe je koopkracht er al 2% op achteruit gaat. Dus alleen om die reden al is het niet interessant om dat te doen met je geld. Het stil te laten staan. Dus je gaat op zoek naar alternatieven. En dan kom je dus bij het tweede punt: en dat is beleggen. Met veel nieuwe beleggers ook de laatste tijd. Juist omdat mensen iets willen doen met hun geld en niet ja, koopkracht willen inleveren door het op een bankrekening te laten staan, zijn er heel veel nieuwe beleggers bijgekomen. Dat is al een paar jaar zo, maar zeker vorig jaar, ook nog eens door corona, zijn heel veel mensen die hadden tijd over, die hadden ook geld over, omdat ze het niet konden uitgeven in de winkels of op vakantie. Dus die zochten het denk ik uit en die wilden ook weer iets gaan doen. Heel veel mensen zijn om die reden denk ik begonnen met beleggen. Maar als je nieuw bent met beleggen, dan koop je misschien aandelen die veel besproken worden die heel veel mensen interessant vinden. Misschien omdat ze op YouTube worden besproken, of juist op tv of in de krant. Nou, als heel veel mensen geïnteresseerd zijn in hetzelfde aandeel, en zeker heel veel beginners geïnteresseerd zijn, die weten nog niet zoveel over waardering. Dus waarschijnlijk ga je dan meer betalen om toch dat aandeel te krijgen. En dan heb je dus al vrij snel op dat behoorlijk wat aandelen alleen om die reden al overgewaardeerd zijn. En wil je trouwens als beginnende belegger nou op een goede manier beginnen, dan heb ik de beleggers training voor jou gemaakt. De beleggers training bevat meer dan 50 video's die jou stap voor stap helpen als je nieuw bent met beleggen. Daarnaast ontvang je handige tools en toegang tot een exclusieve community. Dus bekijk de training via de link onder deze video. En ik denk zelfs dat je de kosten van de training het eerste jaar al terug kunt verdienen. Doordat je juist minder fouten gaat maken bij je beleggingen. Dus alleen op die manier is het eigenlijk al een goede investering voor jouw beleggingen in de toekomst. En dan komen we daarmee aan bij het laatste gedeelte van deze video. En dat is wat ik ga doen. Wat mijn plan van aanpak is voor de komende periode. Nou, de eerste vraag die je misschien hebt van blijf ik uh, investeren? Blijf ik beleggen? Ja, ik blijf zeker beleggen. Ik zal dat wel vooral ook doen via de dollar cost averaging methode zoals ik eerder al heb besproken. En dan zeker ook met breed gespreide ETS, zoals bijvoorbeeld Vanguard All World, is een van die dingen die ik gewoon maandelijks wil blijven bijkopen. Ongeacht of het nu uh, hoge koersen zijn of lage koersen zijn. Omdat dat juist een investering is voor mij, waar ik al heel lang mee begonnen ben, met het idee om het nog heel lang vol te blijven houden, ook nog jarenlang vol te blijven houden. En ik hoef ook niet zo na te denken bij deze ETF. Ik weet gewoon dat ik op die manier wereldwijd gespreid investeer. En dat is iets waar ik in geloof voor de komende tijd. Blijf ik dan ook nog steeds losse aandelen kopen de komende tijd? Ja, ook dat blijf ik wel doen. Al zal ik wel steeds beter ook gaan kijken, juist in deze, in deze markt die toch wel overgewaardeerd is, denk ik. Om te goed te gaan kijken naar echte bedrijven en de resultaten van deze bedrijven. Ik heb natuurlijk mijn belegde vermogen heel erg zien groeien. door juist risico te nemen met een aandeel zoals Tesla. waarbij toen zeker een paar jaar geleden de winst echt nog in de toekomst lag. En nu kunnen we daar zeker over discussiëren. over het PE-ratio. Maar um, ja, dat was risico. Daar heb ik mijn vermogen mee opgebouwd. Nu wil ik dat vermogen zeker ook wel behouden. Dus als ik nu. Investeringen gaat doen. Ga goed kijken naar bedrijven die misschien op dit moment zelf zijn ondergewaardeerd. En dan nou denk je misschien, de markt is overgewaardeerd, kun je dan nog steeds bedrijven vinden die ondergewaardeerd zijn. En ik denk zeker dat het antwoord daarop, ja, die kun je vinden. Want die zijn er zeker, omdat ik, zoals ik eerder al zei, emoties een heel erg belangrijk onderdeel van beleggen. En misschien juist de aandelen die nu niet populair zijn, dat daar misschien wel de meeste waarde te halen is de komende tijd. En investeer ik dan al mijn geld in aandelen, in ETF's? Nee, zeker niet. Ten eerste natuurlijk omdat ik, ja, sinds een halfjaartje ongeveer iets langer fulltime content creator ben, dus mijn inkomen is geen zekerheid meer. Alleen om die reden al heb ik een grotere buffer aangehouden om juist die onzekerheid op te vangen. Daarnaast kan ik natuurlijk, en dat doe ik ook zeker, investeer ik in mijn eigen bedrijf. Ook dat wil ik laten groeien, uitbreiden. Daar is ook geld voor nodig, natuurlijk. En tenslotte wil ik natuurlijk ook geld achter de hand houden. Als je denkt dat de markt overgadeerd is. Uh, en dat denk ik dus zoals gezegd, is het denk ik verstandig om ook geld achter de hand te houden om juist te kunnen profiteren van een eventuele dip, een correctie of een crisis die eraan zit te komen. Zoals gezegd, ik weet niet wanneer die komt. Maar ik bouw er wel vast een beetje buffer op dat mocht die komen, dat ik kan, kan profiteren van de lage prijzen in de markt. Maar dat was dus mijn plan van aanpak, eigenlijk voor de komende tijd. Hoe ik er nu tegenaan kijk. ben ook zeker benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. En of je er eventueel wat mee bezig bent. Wat jouw plan is. Laat dat ook vooral weten zoals gezegd in de reactie onder deze video. Ik ben daarin geïnteresseerd. Ik denk ook zeker dat er heel veel andere kijkers van, van deze video van dit kanaal. Ook geïnteresseerd zijn in wat mensen doen. Ze kunnen daar misschien inspiratie uithalen of misschien wel. Ja, dingen zien waar ze zelf niet aan gedacht hebben. Dus ze worden er allemaal beter van. En het is natuurlijk leuke interactie met het kanaal. Dus laat zeker even een reactie achter onder deze video. Zijn we daarmee ook trouwens aan het einde gekomen van deze video? Vond je het een leuke video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video. Zodat je nooit meer een video mist in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.